En we kijken hier naar de eerste foto. Pieter Jouke, wat heb je erbij bedacht? Nou, ik dacht dat het Chinezen waren. Ik hoorde vanmiddag dat het Rode Plein is. Maar hoe denk je dat dit Chinezen zijn? Pieter Jouke, dames en heren. Wat een kleuter. Over de foto met Chinezen. Hoe lang kan je dit volhouden? Jazeker. Ik weet wel dat het niet heel origineel is, maar het is heel moeilijk om een originele grap over Chinezen te maken, omdat alle grappen over Chinezen nogal op elkaar lijken. Jongen. Tuurlijk, handig zo'n telefoon in je schoen, maar dit gaat niet werken. Lisa. Als kind wist jou aan het al. Hij zou soldaat worden. Of iets van die strekking. Achteraf gezien hadden soldaten Petrov en Brusnev zich liever aangemeld voor het Nationaal Ballet. Maar elke keer als ze een terugval hadden, hielden hun collega's hen op de been. Bert, wat heb je voor ons? Ja, je mag in het Russisch leger blijkbaar niet op je eigen strepen gaan staan, maar af en toe wel op die van iemand anders. Goed. De commandant keek naar de jonge soldaat en dacht, ik zie het al. Hier is geen veteraan. We hebben nog een foto. Dirk was zelfs als moordenaar efficiënt. Zo maakte hij nadat hij zijn hele klas had uitgemoord, meteen een nieuwe klassenfoto. Ook dit jaar werd de carnavalskostuumwedstrijd gewonnen door Joost van Dijk. Met zijn kostuum Uzi en Van Dijk. Pieter Jouke. Pieter Jouke, dames en heren, met een paar one-liners over een Chinees die een selfie maakt. Mensen die met een geweer in de hand een selfie maken, mogen wat mij betreft op de verkeerde knop drukken. Dat is zo pats, een filmpje maken. Nou, als je goed kijkt, dan zie je aan het gezicht dat het eigenlijk een neef is van Bert. En wat hij wil zeggen is, wil geweer bij me terugkomen? Dan geven we Bert ook het woord. Mooi. Nou, aan de varenfoto te zien is hij in ieder geval geen scherpschutter. Het idee om fotograaf te worden kan hij maar beter laten schieten. Goed, mannen die met een wapen op social media gaan staan, hebben gewoon een poëtische manier gevonden om te zeggen, dames, bij mij is binnen de 8 seconden mijn hele magazijn leeg. En we hebben nog één foto, hè? We hebben nog een derde foto. Pieter Jouke. Pieter Jouke, dames en heren. One-liners over een Chinese vogelspotter. Irritant, jongen, deze. Deze foto is overigens gemaakt door een vogelspotter. Maar goed, de one-liners. Een vriend van mij is ook vogelspotter, of zoals hij zelf altijd zegt, vogels zijn losers. Als hij ze maar snapt, daar gaat het om. Weet je wel? Wij hoeven het niet te begrijpen. Als hij het begrijpt, dan is het al goed. Ik ben geen vogelspotter, maar ik kan vrijwel alle vogels herkennen aan hun vleugels. Bijvoorbeeld laatst zag ik vaaglijk een dier vliegen met vleugels. Dacht meteen, hé, dat is een vogel. Ik ben geen vogelspotter, maar misschien had ik het al gezegd. Ik zie wel heel goed het verschil tussen bijvoorbeeld een vogel, een vliegtuig en Superman. Mensen zeggen wel eens, is dat een vogel, is dat een vliegtuig, is dat Superman? Die fout, die maak ik helemaal nooit. Ik zie altijd heel snel het verschil tussen een vogel en een vliegtuig. Vaak omdat een vogel kleiner is, wat soms door perspectief niet helemaal goed te zien is. Perspectief is trouwens dat je wel of niet een baan kan vinden. Maar goed, vogels zijn kleiner dan vliegtuigen. En helemaal als er mensen instappen, dan weet je heel snel of het een vogel of een vliegtuig is. Scheurt die helemaal open en past er eigenlijk nog geen heel klein mens in. Dan is het een vogel. En passen er wel mensen in en wordt die volgetankt of opgeblazen, dan weet je, hé, dat is een vliegtuig. En Superman heb ik zelf helemaal nog nooit gezien en dat weet ik zeker, want Superman heeft een cape en vogels hebben helemaal geen cape. En vliegtuigen ook niet. Behalve dan natuurlijk de Space Shuttle, die heeft wel een cape. Cape Canaveral!
maar heel even. One-liners is toch niet een heel verhaal voor het slapen gaan? Nee. Ook niet met punt, komma helemaal niet. Punt. Nee, toch? Ja. Risa. Als fotograaf was Marco er eentje met een rugzakje. Playboy-fotograaf Erik was zo lelijk, geen enkel model wilde met hem in zee. Jij bent. Ellendige beesten zijn het, vogels. Er zijn van die vogelsoorten, als alle dieren samenkomen om een beetje te lachen, je ziet ze nergens. Maar ligt er eentje dood op straat? Gieren! Ik heb zelf eens geprobeerd zo'n papegaai te ondervragen, maar dat beest hield zijn kaken toe.